vandaag de aftrap om hier op, nou ja, voor de volksmond bekend als Peelkant Oost, het gebied waarin we nou toch het start zijn gaan geven om dit te gaan ontwikkelen. Weliswaar met woningen in plaats van wonen en bedrijven wat het oorspronkelijk is geweest. Als gemeente ben ik daar heel verheugd op, als bestuurder, dat we daar de samenwerking hebben gevonden met Ruimte voor Ruimte. Een bekende partij, denk ik, in de zin van een verbetering van het buitengebied of verandering daarvan. En hier is het juist ook een partij geworden om daar een combinatie met ook onze reguliere woningbouwopgave te maken. Een vrij unieke samenwerking. En ben blij dat dat vandaag, dat we daarmee echt aan de gang gaan, Wim. Ja, eens gelijk. Ja. Dus dat is vandaag het heugelijke feit. Start. En dan gaat de procedure starten waarbij we de plannen verder gaan toelichten en verfijnen om hier een mooi nieuw stuk woongebied voor Sint-Antonis neer te zetten. Wim, wat kun je daaraan toevoegen? Ja, mijn naam is Wim de Kerkhoek, ik ben directeur bij Ruimte voor Ruimte. Wij ontwikkelen woningbouwplannen in het buitengebied. En Sint-Antonis is voor ons een gemeente waar wij van oudsher eigenlijk al mee samenwerken. We hebben in het verleden hier aan de Driesjes gewerkt. Een plan waar zowel vrije sectorwoningen in zitten als sociale woningbouw. En eigenlijk hebben we hier eenzelfde soort samenwerking gevonden. Het is heel bijzonder, want je komt soms wethouders tegen waar je, als je één keer een gesprek hebt gehad, eigenlijk meteen een gezamenlijk belang met elkaar op tafel kunt leggen, waar je samen aan kunt werken. En in Nederland hebben we heel veel proceduretijd nodig met elkaar om van een idee tot een woningbouwplan te komen. En in deze situatie zijn we nu denk ik een dik jaar bezig. Ja. En we staan nu aan de vooravond om een bestemmingsplanprocedure te brengen. Dat is ongekend snel. En het zegt iets over het gezamenlijk belang wat we gevonden hebben in deze ontwikkeling. En die bestaat enerzijds uit een woningbouwplan met een diversiteit aan woningen. Van sociale huur tot en met vrije sectorkavels waar mensen zelf een woning kunnen bouwen. En tegelijkertijd, en dat is de ideale doelstelling die we als maatschappij hebben, als Ruimte voor Ruimte, benutten wij dit soort ontwikkelingen ook om geld vrij te spelen wat wij weer vrij spelen voor de gemeente. En de gemeente kan daar ook weer dat geld inzetten op andere vraagstukken die zij in het buitengebied hebben. We leven in Nederland waarbij we keurige wetten en procedures hebben voordat je tot werkelijke woningbouw kunt komen. En de gemeente Sint-Antonis heeft inderdaad die ambitie stevig bouwen. Hè? Ik word elke raadsvergadering door mijn raadsleden aan herinnerd dat er gebouwd moet worden. En dat vullen we in. Daar is dit een voorbeeld van. En nou ja, Wim heeft al in het een al toegelicht hoe dat die samenwerking, om dat op hier te doen, ook is ontstaan. Dat gaat vooraf. Eerst elkaar vinden, welke plek, welke voorwaarden, wat heb je nodig. Dan moeten er gronden zijn. Deze gronden zijn een eigendom van de gemeente. Er ligt nog een stukje naast wat eraan toegevoegd wordt. Dan moet je ook zeker weten dat dat lukt. Dat hoort er allemaal bij. Dat punt hebben we bereikt. Dat vieren we vandaag. Alleen dat betekent ook dat er een bestemmingsplan gemaakt moet worden. Waarbij een tekening is wat er ongeveer komt. Aantal woningen. Nou, dat conceptplan, dat ligt er. Dat moet besproken worden met de omgeving. En wordt dan klaargemaakt en gefine-tuned, zeg maar. En dat komt ter inzage te liggen. Daar mogen mensen op reageren. Ligt er 6 weken. Dan moet dat behandeld worden. En dan wordt die vastgesteld door een gemeente. Wanneer staat alles er? Wat ons betreft zo snel mogelijk. Maar op het moment dat over een jaar de schop de grond ingaat, dan is het afhankelijk van bouwvergunningen, bouwactiviteiten en verkoop om te beoordelen wanneer alles er staat. De eerste zullen waarschijnlijk eind 2022 misschien al wel zichtbaar zijn, dat ze uit de grond staan. Maar voordat alles er staat, dan ben je nog een paar jaar verder. En vergis je niet in de voorbereidingstijd. Dit is
zoals wij dat dan noemen, maagdelijke grond, daar moet alles nog in geregeld worden. Dus de nutsvoorzieningen moeten erin, ja, bouwrijp gemaakt worden, er moet nog een bestratingsplan, hoe gaan we het ontsluiten. Nou, dat, allemaal dat soort dingen moet nog wel allemaal besproken worden en vastgelegd. Dus het is niet zo dat we alleen maar voor jongeren bouwen of alleen maar huurwoningen doen, maar we zorgen wel dat die mix in elk plan aanwezig is. Daar letten we op en natuurlijk ook dat dat in aantallen een beetje gaat kloppen. Dus ook in dit plan is daar aandacht voor. Wim zei het al, we hebben hier zowel huurwoningen, betaalbare koopwoningen en tot aan de vrije kavels, die Sint-Antonis ook al veel rijk is, waar mensen zelf bouwen en hun droomhuis kunnen realiseren. Het gaat om 92 woningen in totaal. En qua differentiatie zit ongeveer 20% daarvan, 20% zijn vrijstaande woningen, waarvan een gedeelte vrije sectorkavels. 20% is, zijn 201 kapwoningen, 20% rijwoningen. En dan hebben we nog een aandeel sociale huur en nultrede woningen. Dus dat zit wat meer in het seniorensegment. En dat sociale huur en nultrede zit ook ongeveer op 20%. Bouwen in alle dorpen van de gemeente Sint-Tunis en zo ook Peelkant Oost. Een groot plan van 92 woningen. En aan Wouter Bolle, wethouder van deze gemeente, vragen wij, dat lag eerst een beetje anders. Ja, dat klopt. Dankjewel. Peelkant Oost zegt denk ik de inwoners van Sint-Tunis, van het dorp Sint-Tunis, wel iets. Een jaar of 15 geleden grond hier aangekocht om daar kleinschalig industrieterrein van te maken. Wonen en werken bij elkaar in diverse vormen. Ja, dat is wel 15, wel 20 jaar geleden denk ik bijna dat was. En dat heeft vaak op de agenda gestaan en is ook weer vaak van de agenda afgehaald. Maar intussen hebben we natuurlijk wel altijd nog die grond hier gehad. En in 2018, toen ik weer bestuurder werd van Sint-Antonis, hebben we de poging gedaan om het laatste stukje, waar de prachtige boerderij bij ligt van Peelkant, ook te verwerven. Zodat we het hele gebied in handen hadden om de regie te hebben over wat hier gaat gebeuren. Ja. En vandaag zijn we hier om kenbaar te maken dat we alleen woningbouw gaan doen. Ja. 92 huizen op Peelkant Oost, dat is een fors plan. Dat is een fors plan. En we hebben behoorlijk wat grond hier zelf liggen. En we hebben toch nog een stukje van de buren is erbij genomen om die woningen daar toch op een mooie verspreide manier dan nogal neer te leggen. Tegen het Zandse Veld aan is het wat compacter, dus het is eigenlijk een uitbreiding van het Zandse Veld. En dan waait dat mooi uit in vrijstaande woningen naar het buitengebied toe. Dus ik snap, in getal is het een fors plan, maar het is ook wel een behoorlijk gebied waar het hier is. En dat met een hoge kwaliteits... Want ik hoor het inwoners nog zeggen, ja, dat Peelkant Oost, daar horen we ook nooit iets meer van. Je hebt het net al een beetje uitgelegd en toegelicht. Nu komen er, zeg maar, allerlei soorten huizen te staan. Ja. Nogmaals terug, de Peelkant. Persoonlijk vind ik dat altijd de mooiste entree van ons dorp. Hè, van het dorp Sint-Tunis. Ik kan er enorm van genieten als ik hier zo het dorp binnenrijd. Dus het is ook belangrijk dat het uiterlijk, de sfeer die hier hangt, dat die behouden blijft. Als je dadelijk hier aankomt, hier staat bijvoorbeeld die mooie boerderij. Die mag gesplitst worden en daar kunnen dan twee woningen bij. Die boerderij blijft staan. Dat is het eerste belangrijke punt. En daaromheen ontstaat dan een nieuwe wijk. En die is heel gevarieerd. En het zijn 92 woningen. Het moet nog verder echt uitgewerkt worden, maar in principe zitten daarvoor alle doelgroepen, zeg maar, in een vijfde deel wordt daarin bediend, in die 92. En dat sociale huurwoningen, überhaupt huurwoningen, betaalbare woningen, woningen voor ouderen en gewoon gezinswoningen. Want daar hebben jullie bewust op ingespeeld, de vraag die heerst overal in Nederland en zeker ook in de gemeente Sint-Tunis, gevarieerd en ieder betaalbaar. Ja, mijn opdrachtgever is uiteraard de gemeenteraad van Sint-Antonis, die geen vergadering onverlet laat om te zeggen, wethouder, bouwen, laat maar komen. Maar let op, voor jeugd en betaalbaar. Dan, dat is de opdracht die ik dan meekrijg. En uiteraard is die hierin ook vertaald. Ja. Want daar is gewoon behoefte aan. En we moeten ook gewoon weer zorgen voor doorstroming
met de bestaande bebouwen. Enerzijds heb je natuurlijk de gemeente die het allemaal moet realiseren en organiseren. Je hebt anderzijds de voor veel mensen al bekende organisatie Ruimte voor Ruimte. Hè? Die spelen hier een belangrijke rol in. Kun je dat even toelichten? Ja, Ruimte voor Ruimte is een organisatie die in principe in het leven is geroepen voor sanering van bedrijven. En daar mogen dan woningen voor terug met een systeem. Hè? Dat heeft de provincie Brabant gedaan. In een verleden tijd hebben we De Lange Loop zo ontwikkeld als gemeente Sint-Antonis. En hier is een samenwerking ontstaan vanuit, we waren op een heel andere reden, zaten we bij elkaar. En ik liep als bestuurder met de gedachte van we moeten hier ooit iets mee. En we hadden nog een ander maatschappelijk probleem waarin ook middelen nodig zijn. Hè? En Ruimte voor Ruimte verschaft ons maatschappelijk geld, zeg maar, om probleemgevallen op te lossen. En met de directeur van Ruimte voor Ruimte heb ik toen meerdere gesprekken gehad van god, kunnen we elkaar niet helpen, we konden elkaar ook vinden. En hier is die samenwerking uitgekomen. En hier zie je dus wat klassiek, er komen 18 vrije kavels waar mensen zelf kunnen bouwen op de Ruimte voor Ruimte manier. Maar ook de rest met normale woningen. En dat is een redelijk unieke samenwerking waar ik best wel een beetje trots op ben. Ik ben er blij mee, want we hebben een woningbehoefte vullen we hierin en we vullen ook een maatschappelijke behoefte in, want hier komen voor de gemeente wat maatschappelijke middelen vrij die we elders kunnen inzetten voor een sanering van een bedrijf of wat inzetten voor natuurcompensatie. Dat zit hier gewoon bij in en dat is wel een mooi en past bij onze gemeente. De aftrap is genomen, de wedstrijd moet nog beginnen. Deel van die wedstrijd is ook de omgeving natuurlijk, ja. Hè? En ja. Daar hebben jullie Daar gaan jullie ook mee in samenspraak. Ja, uiteraard. Kijk, we leven in Nederland waarin we prachtige procedures hebben afgesproken. Alleen die vooraf hoort wat ons betreft daar nog wel contact met bijvoorbeeld de omgeving bij. En dat hebben we nog niet kunnen doen, want we zijn echt net klaar met onderhandelingen en planberekeningen van is het een haalbaar plan. En daar hebben we een paar weken groen licht op en nu meteen treden we naar buiten van jongens, het gaat gebeuren. Maar daar hoort dus nu ook wel bij dat, en dat zal deze week gebeuren, krijgen de omwonenden een brief om contact op te nemen dat we samen dat plan kunnen doornemen. Helaas door corona kun je een avond in het gemeentehuis of in Oelbroek bijvoorbeeld niet organiseren om dat op een inloopmanier te doen. Maar we zullen zeker dat op een digitale wijze wel doen. Ja. De onvermijdelijke vraag natuurlijk. Hè? Het tijdpad. Want ja, de aftrap is genomen, maar nu? De plannenmakerij, dat gesprek waar ik het net over had, is nog geen jaar geleden. Dat we al zover zijn, is op zich heel erg snel. Want vaak hebben dat soort processen best wel lang nodig, omdat er dan van alles heen en weer vragen gesteld worden voordat er een keer iets komt. We hebben hier echt gas gegeven en ik ben blij dat we al zover zijn. En daar hoort dan nog bij dat dit jaar, 2021, als zelfstandige gemeente Sint-Antonis nog de gemeenteraad daarin mee willen nemen om te kijken of het bestemmingsplan dit jaar kunnen vaststellen. Als dat zo is, dat zal aan het einde de derde kwartaal zijn van dit jaar, of het vierde kwartaal, dan kan daarna met de bouw gestart worden. Dus waarschijnlijk, het is nu maart 21, ik verwacht dat maart 22 dat hier de bouwwagens rondrijden om de plannen ook werkelijk in uitvoering te brengen. En ja, dan heb je voordat alle woningen gebouwd zijn, zijn we dan nog wel eens 2 à 3 jaar verder. Dus voor 2025, dus de komende 4 jaar, rijst hier een nieuwe woning. Het gaat in fases, liet je ontvallen straks. Dat betekent dat het die tijd nodig heeft ook. Ja, kijk, om het compleet. Wij zijn niet de ontwikkelaar of de bouwer. Dat wordt geregeld dus door de partijen die we hier nou, door Ruimte voor Ruimte, die dat vervolgens die gronden verkoopt aan degene die bouwt. Dan kunnen mensen zelf gaan bouwen. Maar wij leggen wel de nadruk op bijvoorbeeld de huurwoningen of die betaalbare. Die krijgen we toch even. Daar begin daarmee. Als de betonmolen gaat draaien, begin je met die te bouwen. Die zullen als eerste komen en de rest volgt daar naar behoefte en naar dat ze verkocht zijn natuurlijk bij. Op het moment het bestemmingsplan zorgt voor het hele plan, dat daar ruimte is en dat het mag. En dan ontstaan die woningen.
omgeving. Dan heb je het ook over ontsluiting. De fraaie peelkant liet je al ontvallen van als ik hier binnenkom rijden. Wat wordt de hoofdontsluiting dan? Of zijn er op meer plekken ontsluiting? Ik denk aan de aangrenzende wijk, het Zandseveld. Ja, het Zandseveld, er moet gekeken worden of dat daar een aansluiting gevonden kan worden. Dat kan zeker voor langzaam verkeer. En de mensen vanuit Zandseveld die gewend waren om hier hun hond uit te laten. Dat blijft, en daar komt, er zit ook een prachtig stukje natuur in terug. Dus voor langzaam verkeer komt daar zeker ontsluiting. De hoofdontsluitingen, want dat zullen er meer moeten zijn waarschijnlijk. Die zullen waarschijnlijk toch wel aan de peelkant eindigen. Alleen daar moet onze afdeling van verkeer en nog wel eventjes naar kijken. Infrastructuur moet daar naar gekeken worden. Maar dat zit in het plan, in het concept dat erin. Ook dat is, wordt natuurlijk met de omgeving besproken en nou ja, goed, als je hier kijkt, we staan precies op de komgrens, zeg maar, dan moeten we natuurlijk ook iets mee, eigenlijk verleg je het stukje, het centrum. In algemene zin, proef je als wethouder ook tevredenheid op het moment in het dorp over de ontwikkelingen? Ik denk aan de doorgaande weg en het centrumplan. Ja, nou, het is leuk dat je dat vraagt, want we zijn natuurlijk als Sint-Antonis inderdaad heel stevig bezig op dit moment. Er komen heel wat plannen naar buiten. En ja, vanmorgen nog een mailtje gehad van een aangrenzende inwoner waar je normaal reactie van verwacht. Van ja, maar ja, mijn uitzicht verandert. Of grote duim omhoog, ga zo door. Hier hebben we jaren op gewacht. Ja. Wat fijn dat er eindelijk gebouwd wordt in Sint-Antonis. En ik denk dat Sint-Antonis en omgeving met belangstelling uitkijkt naar de ontwikkeling van Peelkant Oost. Ja, ik met hun, want ja, als je merkt, ik ben best trots op het punt wat we nu hebben bereikt. Ja. En ik hoop dat we op deze manier ook de finish gaan bereiken. En dat er snel hier mooie woningen komen voor onze inwoners en andere mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Actueel tegenwoordig is ook de manier van bouwen, als ik heb het over de energie, wordt hier gasloos gebouwd op Peelkant Oost? Ja, goede vraag. Uiteraard wordt er gasloos gebouwd, want de wet schrijft ons dat eenvoudigweg voor. Dus gasleidingen worden hier niet meer in de infrastructuur ook niet neergelegd. Maar wij stimuleren ook op allerlei manieren ook sowieso het duurzaam bouwen. Dus gasloos is een verplichting. Maar in de plannen wordt natuurlijk wel gekeken naar dat het ook duurzame bouw is. En dat het energie neutraal dan wel vriendelijk is. Dus die zitten wel in de plannen verwerkt. Zoveel mogelijk wordt daar rekening mee gehouden. Ja. Dankjewel.